de band voor de nabeschouwingen naar de wedstrijd Landsteden Waasbal tegen BS Weert. We hebben eens gekeken naar de kwartstanden 17-13, 37-29, 58-39 en tenslotte winst naar Landsteden Basketbal 84-54. Herman van der Belt, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hij staat weer heel hard. En ik hoor mezelf drie keer. Bijzonder hard, dat doe ik ook. Niels Schoorhout, welkom wederom in de Business Club van Landsteden Basketbal. Aan jou het eerste woord, hoe kijk jij terug naar de wedstrijd? Vanuit onze kant denk ik een wedstrijd met twee gezichten. De eerste helft waar we redelijk verzorgd basketballen, waar we zes keer de bal weggooien. Waar we Zwolle redelijk onder controle houden in de aanval. Ze scoren 37 punten. Wat voor ons eigenlijk best netjes is. En vooral die zes turnovers, dat is gewoon goed voor mijn ploeg. En dan weet je dat hun in de tweede helft gaan komen en dat we daar mentaal klaar voor moeten zijn. En een gewaarschuwd mens stelt voor twee, zou je zeggen, maar dat was in dit geval even niet zo. Zwolle speelde zone in de tweede helft waar we best wel veel moeite mee hadden, met name in het begin. En dan eindigen we de wedstrijd met 20 turnovers, dus in de tweede helft gooi je 14 keer de bal weg. En ik denk dat het grote verschil is dat de balverliezen die wij hebben gelijk om worden gezet naar scorers van Zwolle. En dat is eigenlijk wel hetgene wat ons met name in de tweede helft heel veel pijn heeft gedaan. Zwolle doet dat goed. Die weet ook hoe ons team in elkaar zit. En die weet ook dat op het moment dat ze de druk hoog houden, dat wij buigen. En dan uiteindelijk hoop ik dat we niet zouden breken. Maar dat was vandaag dus niet het geval. En vanwege een smalle selectie moet ik met veel dezelfde mensen spelen. En dat breekt je dan uiteindelijk op. Ik denk dat ik gezien de eerste helft redelijk tevreden kan zijn. De tweede helft ben ik niet tevreden over. Dankjewel. Mooi verhaal. Herman. Vergelijkbare verhaal van jouw kant, hoe kijk jij er tegenaan? Nou, ik denk dat we vier kwarten gewonnen hebben, dus uiteindelijk waren we gewoon de betere ploeg. Een prima begin, ik denk dat Foutenlast wel een klein beetje de handrem erop kwam. We wilden inside spelen, en van de bukken proberen aan te vallen en dan de vrije mensen vinden. Dat wilden we bij hun tegenhouden. Nou, dan begonnen ze het begin tweede kwart met 12 punten uit de eerste 8 aanvallen. En eigenlijk was dat het enige probleem gedurende de wedstrijd. De zone in de tweede helft was goed, hè, want dat neutraliseerde veel beweging bij hun en creëerde ook al wat, hè, waarbij we wisten een klein beetje wat ze wilden doen tegen, dus dat hadden we goed door. Nou ja, complimenten voor het team, ik denk gewoon een goede winst is met veel mensen die een bijdrage hebben. En complimenten voor Nicky, dat zag er goed uit. Hè. Rebounden zien we, hè. We hebben bijna het dubbele aantal rebounds, dus ik denk dat we dicht bij de basket gewoon veel beter waren. En toch sprak ik met dat mensen, ja toch, dat is natuurlijk negatief, maar ik sprak met mensen in de rust en die zeiden het oogt wat traag, het oogt wat langzaam in die eerste twee kwarten. Zie jij dat ook zo? Ja, maar dat benadrukken we wel een beetje. Het tempo mag er wel wat meer in. Maar nog steeds maken we 37 punten. We missen ook wat ballen. Maar goed, het gaat er ook om dat zij een paar keer dicht bij de basket komt. Zij scoren, dan moet je er wel uitnemen. Dat kost nog wat meer tijd dan wanneer hun tegenhoudt of de bal afpakt en de rebound pakt en dan op snelheid naar voren kunt. Het tempo mocht wel wat hoger. Maar goed, nog maar 37 punten en voor mij was er 29 tegen. En daar teken ik elke keer wel voor. 7 keer balverlies in het eerste kwart, dat hielp voor ons ook niet. Maar daarna denk ik prima controle. Ik denk ook goed was dat Lennon van de bank kwam in de tweede helft. Die gooide 2-3 punten in, die hadden ook even nodig. Ja, maar je kon op een gegeven moment gewoon vrij. Je kon een bal gaan maken. Maar dat gebeurde en ik denk dat het gewoon een complete teamprestatie is geweest. Die 2-3 punters die Herman noemt, kun je ze voor de geest halen? Deden ze pijn? Nou, pijn. Ik kan ze me nog wel voor de geest halen. Vooral de ene bal die hij raakschoot naar een aanvalsrebound van hun, dat zijn wel gewoon gevoelige tikken. En dat gaf wel eventjes een verschil op de borden. Wat ik goed vind aan Zwolle is dat ze inderdaad jongere spelers in de rotatie gaan betrekken om echt aan het grote werk te laten ruiken. En ik hoop echt, omdat ik van de manier van spelen, van de organisatie wat ze hier hebben, hoop ik echt dat ze dit jaar ook in de play-offs op het einde gaan pieken. Het zou voor het Nederlandse basketbal gewoon heel mooi zijn, omdat ze gewoon een manier van spelen hebben wat heel erg kenmerkend is voor deze stad.
of ja, voor de speelstijl van de coach dan. En ik hoop echt dat dat ja, samen met Groningen, Den Bosch en Leiden ja, bij de laatste vier komt. Dat zou leuk zijn voor hier en daar hebben ze ook gewoon recht op, want ze werken hard en wat ze doen, doen ze goed. Steek niet meer in je broekzak, Herman. Nee, geef mij de punten en dan vind ik alles goed. In zijn algemeenheid, Niels, ik kijk eventjes naar de stand. 8 teams natuurlijk in de Eredivisie is natuurlijk wel heel erg minimaal. 20 wedstrijden gespeeld, 6 punten. Waar ga jij naartoe met je team de rest van dit seizoen? Misschien knipogen naar komend seizoen. Waar we naartoe gaan dit seizoen. We spelen nog thuis tegen Amsterdam, uit naar Rotterdam, thuis tegen Leeuwarden. En dat zijn wedstrijden die we gewoon echt willen winnen. En voor de rest is het vooral met een ploeg waarvan de gemiddelde leeftijd onder de 22 ligt, toch heel belangrijk om ervaring op te doen. Stel dat je 10 ploegen hebt in Nederland en elke ploeg heeft 4 Amerikanen, dan heb je 60 eredivisiewaardige Nederlanders nodig. En die zijn er gewoon niet op dit moment. Dus daarom is het echt van belang dat jonge jongens, dat het voor jonge jongens aantrekkelijk wordt om weer op het hoogste niveau te gaan spelen en dat te gaan combineren met eventueel een studie. Maar dat is eigenlijk wel ja, wat ik zou willen, niet alleen bij Weert, maar ook bij andere clubs. Dat met name die aansluiting ja, er komt, zoals die op een aantal plaatsen er wel is, maar ook op een aantal plaatsen helemaal niet. En er zijn gewoon jongens die eredivisiewaardig zijn, maar die vanwege studie of weet ik veel wat, dat niet op willen brengen of niet op kunnen brengen. En ja, dat gaat eigenlijk wel ten koste van het Nederlands basketbal, denk ik. En ik denk dat we die weg van onderaf weer in moeten slaan, willen we in de toekomst het basketbal naar een hoger niveau gaan tillen. Herman, 2,5 maand voor de play-offs, zeker te liever een paar dagen. Hoe gaan die laatste 2,5 maanden voor Landstede Basketbal uitzien? We hebben over anderhalve week nog een aantal fysieke testjes. Voor onze periodisering houden we daar ook wat rekening mee. Ewout komt terug van een blessure, die gaan nog inpassen. Ja, mensen weer fit krijgen. Ik vind dat we goed bezig zijn. Ik vind dat de manier van spelen en hoe het team ook bij elkaar komt, dat we stappen aan het maken zijn. En als je dit vergelijkt met de vorige keer met hem in Weert speelde, hebben we echt alweer stappen gemaakt. Dus ik denk dat we de komende 8 weken of 9 weken, nou, met name met fysieke aspecten, willen we goed doen. En dan kijken of we kunnen pieken. Ik kijk even of mensen die in de zaal zitten of die nog vragen hebben voor een van beide coaches. Dan bedank ik jullie voor het aanwezig zijn vanavond. De eerstvolgende thuiswedstrijd van Landstede Basketbal zal zijn op woensdag 4 maart. Dan wordt hier thuis gespeeld tegen Strands Challenge Sports Rotterdam. En wilt u nog naar een uitwedstrijd, kan dat volgende week donderdag in Amsterdam tegen BSC Apollo. Wij spelen zondag Amsterdam. Die wist dus verzet. Vers van de pers. Dan is daar niet van niets staan. 1 maart. Zondag 1 maart. Is dat zondag? Volgende week zondag. Ja. Volgende week zondag. Dus is het donderdag, is dan zondag. Okay. Vooral als jullie allemaal in Amsterdam zouden staan die dag. Dus. Niels, heel fijne thuisreis zo meteen terug. Ja, dankjewel. Dames en heren, dankjewel. Dames en heren, Herman van der Belt. En...